De politie is in de loop der jaren met zijn tijd meegegaan. Niet alleen door nieuwe technieken, maar ook door een veranderende maatschappij. We blikken terug met oud-diender Han van Opdorp uit Terneuzen. Terugkijkend pak ik een onderwerp als het functioneren in een kleine plaats van een politieman die uiteindelijk daar als rayonagent de politieman is van dat dorp. En ja, dat leidt er dan toe dat de gevonden voorwerpen gewoon afgegeven worden bij de echtgenoten of de kinderen van die politieman. Het leidt er ook toe dat als de postbode een probleem heeft van waar is dat adres van die en die betrokkenen, in welke zaak dan ook, ja, waar moet je dat dan vragen? Dan ga je ook naar die politieman. Die wist in feite alles. Dat is een totaal andere situatie geworden, waarbij de rol van die politieman anders is, zijn taak ook totaal anders. En wat je ook ziet, het dorp, wat toen 1 of 2 politieagenten telde, met ook nog een burgemeester in die tijd, met meer gemeentes, dus ook meer burgemeesters, die dat ook maar wat fijn vond, ja, dat is totaal veranderd. Dat is verdwenen. En ja, dat is ook een gevolg van die totaal veranderde maatschappij. Vroeger was beter. Had je veel meer politie op straat, hè? En ook in de wijken. En dat mis je. En ik hoor wel eens, maar ik heb het zelf nooit meegemaakt, dat ze lang moeten wachten voordat ze komen. Maar ja, ze hebben ook personeelgebrek, hè? Dus ik hoop dat er dus in de toekomst meer politieagenten aanwezig zullen wezen. Was het oude agenten en nu zijn die verhoudingen veel anders. Het wordt koeler, denk ik. Agent wordt eerder gezien als een bedreiging dan iemand die er voor je is. Van Opdorp maakte later vooral carrière bij de verkeerspolitie. Het is een gegeven, en daar zijn we niet trots op, maar dat zijn feiten, dat we in de jaren 70 tot in 80 rond de 100 verkeersdoden telden. Dat was gigantisch. Dat was in Zeeuws-Vlaanderen, het gebied waar ik dan werkte, de helft, rond de 50 in bepaalde jaren, verkeersslachtoffer. Terwijl we nu rond de 20 per jaar zitten. Dat is een fantastische klap. Ik hecht eraan om te zeggen dat samen met politie, daar speelden we natuurlijk best een rol in, maar dat was een bescheiden rol. Die terugdringen van de aantallen zit hem grotendeels, daar is ook onderzoek naar geweest, naar de situatie dat men de wegen heeft aangepakt. Ja, ik denk dat dat een groot verschil is, maar ik denk dat voor de agenten ook allemaal een groot verschil is. Want de criminaliteit als je ziet hoe agressief de mensen zijn, dan moet de politie wel anders optreden dan vroeger. Kan niet anders. Vroeger was iedereen een beetje bang. Als ik tegenwoordig als ik klein was, dan, ja, aan mijn moeder zei ik straks naar de politie, dan kloop ik al weg. Want tegenwoordig, ja, ze zijn zo groot en ze schoppen er gewoon naar. Ik zeg niet dat de politie anders geworden is, misschien wel, maar ik denk dat het grootste deel van de jeugd anders wordt. Trouwens iedereen. Terugkijkend op die periode en over die rol kan ik me overigens geen beroep voorstellen wat beter paste. Met ongekend veel disciplines. Want zo je dus de narcotica deed in Terneuzen. Maar je deed ook de vreemdelingendienst in een bepaalde fase in Terneuzen. Je kwam in kaderrangen uiteindelijk ook met taken van bijzondere wetten of andere zaken. Daarna verkeer, overleg met burgemeesters. Het was wel zo veelzijdig. En dat is toch ook wel heel bijzonder, dat je uiteindelijk, zeker bij criminaliteit, nog alles van de hoed en de rand vernam. Niet dat je dan alle zaken niet rondmaakte, want dat was de doelstelling, maar je was in feite van een reeks van zaken op de hoogte. Het was in de periode dat ik ook mocht meewerken aan het afluisteren van telefoons, van het volgen van mensen. Ook daarin had ik een bescheiden rol. Kortom, de nieuwsgierigheid die je wellicht vanuit je dorp mee hebt gekregen, dat geldt voor mij, zeer zeker, dat beantwoordde dan toch datgene wat ik in mijn beroep mocht doen.